Zo'n 70 jaar geleden werd de eerste Unimog geïntroduceerd. De alleskunner is volwassen geworden. Hoogleraar Walter Ploos van Amstel heeft de TLN ondernemersprijzen uitgereikt. Ja, heel verrast. Zeker omdat je zulke sterke tegenstanders had. Ik had dit absoluut niet verwacht. De derde keer hebben we hem binnengesleept. Rotep heeft deze nieuwe huisvuilauto met een speciale kraan in gebruik genomen. Notenboomtrailers maakt een grote stap vooruit met deze Maneuver semi-dieplader. En Volvo laat deze FMX op afstand besturen door de 4-jarige Sophie. Dit en meer deze week in RTL Transportwereld. RTL Transportwereld wordt mede mogelijk gemaakt door Kruisinga.nl.